Nou, ik denk dat het belangrijk is dat dit onderwerp conversational commerce bij ieder bedrijf op de kaart komt. Dat ze snappen wat de ontwikkelingen op dat gebied zijn en dat dat veel sneller gaat dan dat ze verwachten. Uiteindelijk willen we een bot meer menselijk maken, maar mens minder bot. Ik denk dat we door een fundamentele shift gaan in de e-commerce industrie. In de jaren 2000 had je de webshop. Tegenwoordig heb je slimme assistenten op chat en op voice. Heel veel vaardigheden die wij tot dusver beschouwden als puur menselijk worden overgenomen door dit soort kunstmatig intelligente systemen. For me the game is changing. Earlier on in other interfaces we had to cater for the user to find around and right now it's the other way around that we have to understand what the user is putting into the interface and then take it from there. Conversational commerce is denk ik een hele nieuwe, mooie manier om met je klanten in contact te komen. Voor ons als bol.com betekent dat wij willen graag het leven makkelijker maken van onze klanten. En conversational commerce biedt nieuwe kanalen en nieuwe mogelijkheden voor klanten om op het moment dat het hen uitkomt, op de manier die zij willen met ons in contact te komen. Niemand heeft een idee waar te beginnen. Wij ook niet, dus we zijn heel erg op zoek naar toepassingen vanuit de business. In China zitten de slimste koppen zitten te werken aan dit soort concepten. Conversational intelligence, effective intelligence, dus snappen zeg maar hoe je in interactie met technologie opereert. There's an AI technology for almost everything, for almost every business process and solution, so we just have to go out finding the right one for us. Nou, als je kijkt naar de interacties op smart speakers bijvoorbeeld en met een assistant functie in de US, dan is dat een enorme toename aan het doormaken. En de lijn der verwachting is natuurlijk dat dat in Nederland ook gaat gebeuren. En je merkt gewoon in het publiek dat er heel veel eagerness is om te horen waar de wereld naartoe gaat en hoe ze nu al aan de slag kunnen gaan. Dit onderwerp is belangrijk omdat je altijd op de hoogte moet zijn waar klanten zich mee bezighouden, welke kanalen gebruiken ze, wat voor vragen hebben ze en welke nieuwe ontwikkelingen er komen. Ik denk dat het belangrijk is om op de hoogte gehouden te worden van deze technologie, is om te kijken ook hoe dat zich ontwikkelt. Ik ben met name benieuwd inderdaad, waar lopen andere bedrijven tegenaan, wat hebben ze daarvan geleerd en hoe kunnen we die kennis met elkaar delen. Nieuwe interfaces, ga ermee aan de slag, probeer het gewoon. Zorg dat je er nu op instapt, zodat je over een paar jaar kan zeggen, oké, we hebben nu zoveel geleerd dat we gewoon nu deze les al kunnen gebruiken voor de toekomst. Kijk, wat mensen moeten snappen is dat kunstmatige intelligentie op dit moment in een fase is beland dat het gewoon echt gaat werken. Dus de tijdperk van implementatie. Niet meer van verre toekomstscenario's, maar gewoon dat werkt al. Je kunt het gaan gebruiken. Soms werkt het niet perfect, maar de stappen zijn heel erg groot. En als je dat snapt en als je daarmee aan de slag, dan heb je die first mover advantage. En die kun je pakken door bijvoorbeeld bij dit soort evenementen aanwezig te zijn.